Welkom in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Je gaat in het ziekenhuis bevallen. In deze film geven we je alvast een rondleiding en krijg je wat praktische informatie. Vanaf 37 weken mag je bevallen. Als de bevalling begonnen is, bel je met de afdeling kraamsuites. Telefoonnummer 040 888 9551. Hier is 24 uur per dag, 7 dagen in de week, een arts of verloskundige bereikbaar. Als je bevalt van je eerste kindje, als je een uur lang weeën om de 4 minuten hebt. En we willen dat je belt als de vliezen breken. Als je bevalt van een tweede, derde, vierde kind, willen we dat je wat sneller belt, want die bevallingen gaan vaak wat sneller. Dan bel je als je een uur lang weeën om de 5 minuten hebt, of als de vliezen breken. Of je houdt je aan de afspraak die gemaakt is met je op de poli. Het kan zijn dat je de eerste keer heel snel bevallen bent, dan moet je nog wat eerder bellen, maar dan krijg je dan van de gynaecoloog te horen. Spreekuur. Als je naar het ziekenhuis komt, volg dan de bordjes met route 105. Overdag kom je binnen via de ingang van het vrouw-moeder-kindcentrum. Neem de lift naar de eerste verdieping. Uit de lift meld je je links aan de balie van de kraamsuites. Is het na 5 uur of in het weekend, neem dan de hoofdingang van het ziekenhuis. Pak links de lift naar de eerste verdieping. Uit de lift loop je meteen links door de automatische klapdeuren de gang in. Halverwege deze gang kom je bij de balie van de kraamsuites. De medewerkster aan de balie helpt je verder. Ze schrijft je in als patiënt. Houd daarom je identiteitsbewijs en patiëntenpas bij de hand. Goedemorgen. Dat is fijn. Heeft u uw zorgpasje bij u? Ja. En identiteitskaart? Mooi. Dank u wel. Dan ga ik u hier inschrijven. Na de inschrijving word je naar een van de 16 kraamsuites gebracht. Komt u maar mee. Laat ik u de kamer zien. Het zijn allemaal eenpersoonskamers. Het zijn kamers waar je kon bevallen. Maar als je na de bevalling moet blijven, blijf je daar ook liggen. Dus je wordt in principe niet meer verplaatst. Het Maxima Medisch Centrum werkt volgens het Family Centered Care principe. Dat houdt in dat vader, moeder en kind zoveel mogelijk bij elkaar blijven. De kamer is comfortabel ingericht. Er staat een verlosbed en een gemakkelijke stoel voor je partner. Deze kan eenvoudig omgebouwd worden tot een slaapplaats. Verder is er een koelkastje aanwezig, een verzorgingsplaats voor de baby en natuurlijk staat het babybedje ook al klaar. Elke suite beschikt over een eigen badkamer met douche en toilet. Mocht je in bad willen bevallen, dan word je naar de speciale badkamer gebracht. Ook hier zijn alle zaken aanwezig om de bevalling zo goed mogelijk te laten verlopen. In de familiekamer kun je terecht voor koffie en thee en, als het nodig is, even rust. Je kunt je rustig even installeren in de kraamsuite en je tas uitpakken. Vanaf een week of 36 is het belangrijk dat je de zogenoemde vluchtkoffer klaar hebt staan. Je moet spullen voor jezelf meenemen. Sowieso je patiëntenpas, je identiteitspapieren. Toiletspullen is makkelijk, makkelijke kleding om in te bevallen. Slippers en een ochtendjas vinden we fijn. Ook spulletjes voor de baby. Kleertjes, en dan vind ik het fijn als je een rompertje, broekje, truitje, een mutsje meeneemt en sokjes. Een maxicosi om de baby weer in mee naar huis te nemen. En misschien het allerbelangrijkste nog wel is de fotocamera. Heb je een medische indicatie om in het ziekenhuis te bevallen, dan word je aangesloten aan het CTG-apparaat. De verloskundige of arts komt langs voor een inwendig onderzoek om te kijken of de bevalling daadwerkelijk begonnen is. Het team van de verlossuites staat voor u klaar en wenst u een goede bevalling.